Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik iemand reden en ik ga ook zeggen hoe dat moet. Eerst moet je je wapen pakken. Mijn shotgun even weg. Eerst moet je je wapens pakken. Nou, ik pak nu natuurlijk mijn rebirth wapens. Ik heb nu. Nu heb ik mijn minigun, mijn RPG en mijn grenade launcher. Nu doe ik mijn henchmans aan. Natuurlijk mijn beste. En nu moet ik nog een wapen pakken. Maar voordat we dat doen, ga ik heel eventjes deze poort openmaken. Er is iemand die mij natuurlijk wil raiden. Maar dat gaat niet gebeuren. Hallo, baan. Oh, ik ken deze man. Huh? Ik spreek toch Nederlands? Die heeft dezelfde skin. Als je Dennis kijkt, dan denk ik een vriend van hem of een pestkop. Die heeft ook dezelfde skin als hem. Maar nu begin ik echt. Nu ga ik mijn wapens pakken. Ik ga niet de beste armor pakken. Dat is deze skull armor. Maar dat is niet echt de beste. Is nog een betere. Maar altijd als ik ga raiden, pak ik de laser armor. Nu moeten we iets pakken. Ik ga je al iets verklappen. De volgende keer ga ik jullie laten zien wat de NC is. Ja, dit. Dus. Ik ga met mijn B17 ga ik iemand raiden. Ja, natuurlijk als het kan. Want mijn B17 werkt niet. Stijg op. En nu stijgt hij op. Oké, nu werkt hij. Ik ga gewoon het makkelijkste doen. Gewoon daar. Die gaan we raiden. Ja, eerst moeten we naar zijn base toe gaan. Oké, en dit is ook die wat mij wilt raiden. Ja, nu niet meer. Boom! Kill van auto. Ja, hij weet dat ik hem ga treden. Hij weet ook dat hij doodgaat. Hij heeft geen kans. Ik ben heel goed in military tycoon. Maar, oké. Hij heeft dus geen kluis. Dus dat betekent dat hij een noob is. Ik kan ook gewoon zijn stelen. Zijn auto stelen, maar dat doe ik niet. Want ik heb een vliegtuig. En die is denk ik veel beter. Dus ik pak mijn vliegtuig. En we moeten naar een andere enemy gaan. Oh, deze heeft dezelfde vlag als mij. Nederland. Ik zei toch dat hij Nederlands was. Ja, misschien is dat ook die pestkop van Dennis. Is Dennis? Dat is Ben. Zon. Heet hij mijn zombie? Oh. Ik ben bijna de
ben bijna de beste van de server. Dat wist ik niet. 17 miljoen heeft iemand. Man. Hij is beter dan ik. Ik ben aan het sparen voor de NC. Dat wisten jullie al. Later gaan jullie ook een video zien. Misschien, hè. Misschien kan jullie later een video zien van mijn vriend Paling de Noob of David. Ja, jij is een noob. Hij zegt dat ik een noob ben. Ja, nu niet meer. Ja, hij is... Hij is echt een noob. En als hij nog een... kan hem... Oh, deze is stom. Hij is... Oké, easy. Oké, nu moeten we de kluisdeur openmaken. En mijn henchmen helpen. Dus de kluisdeurtjes... Eerst, ik doe altijd eerst de diamond maker, hacker. Want die geeft het meeste geld. En ik had net iemand gekild wat hotdog man heet. Hotdog man. Ja. Dus eerst de diamond maker. Geeft echt veel geld. 100.000 euro. Of misschien 130. Oh nee, loot crate is dropping soon. Oh. Op dit moment dat ik deze video maak. En dat ik aan het raiden ben, is er gewoon een loot crate is dropping soon. Oh, waarom maak ik niet wat langer deze video? De vorige keer toen ik de loot crate had gepakt, was het echt chaos. Daar was het echt chaos. Heel veel vliegtuigen. Ja, toen wel. Ja, sorry dat ik zo lang geen video heb gemaakt. Ik had er gewoon geen zin in. Maar sorry daarvoor. Maar nu maak ik wel. En ik beloof dat ik volgende week dat ik dan een nieuwe video ga maken. Oké, doe dit. Oké, goed zo. Goed zo, Angelmans. Ja, wat is deze aan het doen? Ah, ik weet het niet. Help! Kan jij niet helpen? Iemand. Help. Help me, please. Ja, nu pak ik de skull armor. Oh nee, we zijn. Ga me nou niet vertellen. Gelukkig heb ik nog. Bam! Open. Open up FBI. Open up FBI. Oké, we hebben denk ik alles gepakt. Nu hebben we ook nog tijd om naar onze cash collector. Want hier staat return to cash collector. En ik had het nog niet eens door. Kijk hoeveel geld we hebben. 370.000. Oh nee, dit mag niet. Nee, alsjeblieft. Nee, dit is zo'n goede reet. Oh nee. Oh, gelukkig. Gelukkig is mijn huis niet zo ver. Iemand heeft mijn vliegtuig gestolen. Iemand. Oh nee. Iemand? Oh, nee, laat maar. Nu moeten we return. Nee, alsjeblieft. Als je mij killt, nuke ik je. Dat weet je. Dan weet je dat ik je nuke, hè?
Maar ik zei dat dit veel geld is, maar dit verdien ik echt in 100 seconden. Want ik verdien met die 3 keer cash binnen 3 minuten, ja, denk ik, 300 seconden, krijg ik al 2 miljoen, hè? Oh, dat is echt veel. Zonder die 3 keer cash krijg ik al 10 miljoen, hè? Zonder. Dus met die 3 keer cash krijg ik dus 30 miljoen per dag. Dus dan heb ik in 3 of misschien 2 dagen de NC. Dat is niet lang. Dat is echt niet lang. Want dat wil je toch zijn. Fans. Fans. Oké, we zijn dus klaar met deze video. Dus ik zie je bij de volgende video met de NC. Of misschien met de paling en snoep. Maar ik zie je bij een andere video. Ik zie je bij een andere video. En niet vergeten te abonneren en te liken. En ik zie je bij een andere video. Doei!